Dit is zoals de provincie het graag ziet. Een diervriendelijke, duurzame stal. De stal van de toekomst. Hier aan deze kant hebben we de mestscheider. Die scheidt de mest in een dikke en een dunne fractie. Die dikke kunnen we weer in het lichtbed van de koeien brengen, zodat ze lekker zacht liggen. En die dunne gebruiken we om ons grasland te bemesten. Hosanna, riep de politiek bij het zien van deze stal. De minister kwam zelfs langs met alle Europese landbouwministers om te laten zien hoe de toekomst van de veehouderij eruit zou moeten zien. Maar nu heeft Lagendijk het mes op de keel. Om zijn proefstal te laten werken heeft hij meer koeien nodig dan hij nu heeft. Maar volgens de fosfaatrechten die Den Haag oplegt, heeft hij juist te veel koeien. Dan heb ik op dit moment bijna 1,2 miljoen euro nodig om aan rechten bij te kopen. Ja, dat kan ik niet opbrengen. En dan is er nog de andere stal voor jongvee. Ook die moet vernieuwd worden om aan de eisen van de provincie te voldoen. En de bedoeling was om er voor 2028 hier ook voor het jongvee een mooie ruime vrijloopstal te zitten, waar we eventueel de koeien en de kalfjes bij elkaar kunnen laten lopen. Alleen nu moet dat al in 2022 en dan krijg je er nooit voor elkaar om zo'n systeem doorontwikkeld te hebben. Aan alle kanten zit hij vast aan de regels van het Rijk en de regels van de provincie. Provinciebestuurder Spiering zegt dat ze hem wil helpen. Dan ga ik graag met die boeren in gesprek om te kijken of wij samen naar het Rijk kunnen om daar een uitzondering of een oplossing in ieder geval voor te bedenken. Maar dat is maar één boer. Het CDA wil dat boeren meer tijd en hulp krijgen om aan de milieueisen te voldoen. Zij hebben hun hoop gevestigd op de verkiezingen in 2019. Dat degenen die zeg maar, straks het voor het zeggen hebben in Brabant, dat die het belang van de agrarische sector onderschrijven. Meer nog dan het belang van de provincie zelf. Maar die verkiezingen komen voor boer Lagendijk te laat. Want als er niks verandert aan zijn situatie, moet hij eind dit jaar het bedrijf, dat al een eeuw in zijn familie is, opdoeken. Mijn overgrootvader is hier naartoe gekomen. En die is hier begonnen met boeren. Het zou wel heel erg jammer zijn als ze bij mij op zou houden.